so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. Hey, ja, jullie zag er eentje lopen, dat is onze Sky. En Patrick die zit in het hoekie. Hallo. Hallo. Maar ik had de hele middag vanaf 1 uur bezoek van mijn lieftallige broer Koen. Die is even met het slot bezig geweest. En ja, ik ben hier erg blij mee. Ja, jullie zien hem nou op de kop natuurlijk. Maar ja, ik kan... zo kan ik het doen, hè? Ja, meer kan ik niet doen. En er zit nog plastic op. Plastic folie, gewoon een folielaag. En niet van een huishoudrol of wat dan ook, hoor. Nee, dit is allemaal specifiek. Keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we eindelijk. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. En ja, jullie zag er eentje lopen, dat is onze Sky. En Patrick die zit in het hoekie. Hallo. 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 Maar ik had de hele middag vanaf 1 uur bezoek van mijn lieftallige broer Koen. Die is even met het slot bezig geweest. Ik zal het jullie eraan laten zien. Dus draai jullie even lekker op. Dat heb je ook willen. En dan pak ik mijn stok er even bij. Ja, anders kan ik niet lopen. Ja. En op de plank moeten we voor. En ik weet niet waar de plank is. Oh ja, die daar. Rijke, ga jij daar even weg? Ja, jonge dame. En er ligt allemaal troep op de grond. Ja, dat hoort bij het oude slot, want dat kon er ook niet meer op. Nou ja, jammer dan. Leg het even op de kastje daar. Ja, hij doet het helemaal. Daarom heeft hij het ook helemaal aangepast. Hij doet het, hij kent op slot en al. Enkel helaas. Ik snap er nog niks van dat het niet ging. Want... hij zat er op, maar ik weet niet meer hoe. Ja, en dat hoort er geloof ik ook nog bij. Ik weet het allemaal niet meer. Nee. Komt allemaal goed, we zullen het wel bekijken. Ik ga mijn booster zo meteen opruimen, de schuur in. Dan kan die plank ook weer terug. Ja, een hoop gedaan en het heeft de hele middag gekost. Bloed, zweet en tranen. Ja, en ik begrijp nog niet dat met die andere slot. Ik begrijp het nog niet. Jij, Patrick? Ik snap er ook niks van. Ik snap er geen reet van. Misschien dat Sky het straks begrijpt. Ja, ik weet het niet. Ik heb 2 keer geprobeerd het slot te maken. En ik bakte er geen moe van. Dus ik blijf met jouw koers. Ja, maar ja, oké. Okay. Het is allemaal gedaan. Wat ga jij doen? Nou, ik denk, leg mijn telefoon aan het stroom. Maar ik doe die aan en die dan... Ja, die zomers altijd uit. Dus ik ga deze. We leggen hem altijd daar neer, lieve schat. Hier, oh. Hier, hey, een stopcontact onder dat plankje. Hij zo. Fix het wel. Doe het straks al. Ach, gootje, weer een emmer met water. Ach, kind toch. Ah. Ach, meisje toch. Ach, kindje toch. Dat is de tweede keer. Hé? Ga ik je weer even in mijn water pakken? Ja. Ben je een beetje ziekjes? Hé? Niet oplikken, hè? Niet oplikken. Ba, ba, ba. Dus ja, dan zullen we dat weer even opruimen, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En het is al laat, want en ook is het... Wat voor dag is het vandaag? Vrijdag. En het is de 25e van de 8e 2023. En we leven al om 16:55. Ja, en jullie weten het. Hij wil niet op de vlog. En dat moet ik respect voor hebben. Ja, daar moet ik gewoon respect voor hebben.
Zo simpel als een bruine boon. Ja, kan er gewoon niks aan doen. Hij heeft rekening mee te houden. Ja. En dus, maar ik ga even dat op wegspoelen en mijn booster op de plaats zetten en we zien het wel weer. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Het wordt trouwens al een korte vlog, kan er niks aan doen. Doei! Zo, de rust is wedergekeerd, een huisje wel tevreden, oftewel, huis draait eentje. Ja, is in het Fries, draait eentje. Betekent rietaantje. Ja, ook Sky en Patrick zijn net de deur weer uit. Dus weer lekker rustig alleen. En ja, ik ben hier erg blij mee. Ja, jullie zien hem nou op een kop natuurlijk. Maar ja, ik kan, zo kan ik het doen, hè. Ja, meer kan ik niet doen. En er zit nog plastic op, plastic folie, gewoon een folielaag. En niet van een huis uitrollen of wat dan ook, hoor. Nee, dit is allemaal specifiek spul. Maar in ieder geval, ik heb één vlog al naar, die ik gisteravond had moeten maken, heb ik al naar YouTube. Die is al ingepland en al voor, ja let wel, noem ik hem eventjes, verversen. Voor 27 augustus. Ja, en dan gaan we. Dat was 11 augustus, maar ik geloof dat ik 12 augustus niet gefilmd heb. Dus dan gaan we nou naar kijken wat ik in het begin van de dag zei om met jullie te verwelkomen. Kijken wat ik gezegd heb. Ja, dan kom ik er vanzelf wel achter, want ik kan helemaal 12 augustus niet vinden. Dus ja, zal het wel zo wezen. Ik heb het nog koud, het is ook frisser geworden. Daar staat inderdaad 19. Daar staat nog steeds 20. Ik weet niet zeker. Gaan we koekeloeren. Kijken of die verandert. Joetre. Nou, dat blijft op 20 staan. Ik ga niet aan Google vragen. Ik ga even op mijn telefoon kijken. Die zegt ook 19, dus ja, dan denk ik ook wel dat het inderdaad 19 is. Ja, even vers 7. Ja, 19 en bewolkt, dus ja. Dan denk ik dat het allemaal wel goed is. Maar oké, lieve vrienden, ik ga heel eventjes op mijn telefoon eerst even zitten. Een bakje koffie erbij. En dan ga ik mijn meisjes ook uitlaten. En eten en dan ga ik de vlog van vandaag, vanavond even doen. Het staat al klaar, moet ik er nog een naam verzinnen, maar dat komt zo wel. En ik heb al voorbereidingen getroffen voor de vlog. Dus ja, het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed. En voor jullie allemaal, smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne avond gewenst. Ik zou zeggen, tot later. En ik zeg, smakelijk eten, bon appetit tegen mezelf. Ja, want dat had ik tegen jullie al gedaan. En dat is nou eens een keer weer een wijntje. En een bak koffie. Ja, en ik heb bami en kip en ei en rode zoetige, zoutige, weet ik van wat voor saus. Ja, in ieder geval, het is lekker. Ja. Dus we gaan lekker smikkelen en smullen. Echt wel. Ja, waar zijn mijn meisjes? Daar is er één. Ja nou, je bent een lieve kind. Je bent zo lief, hè. Die is zo geweldig lief. Maar ik heb nog een lievetje. Die is ook heel erg lief. En ik die is een beetje ziek is vandaag. Ja. Maar ja, dat hele hebben die troepen van straat op, eet wat niet moet. Ik heb het er wel afgeleerd, maar toch, ja. Hè, af en toe dan ja, is ondeugend en dan moet het toch gedaan worden voor haar. En ja, wat erin gaat, moet er ook weer uit. Ja. En dus, nou ja, van de week ook al zout water in de bekkie gehad. Uit de zee, ja. Dus, dan wil dat wel eens gebeuren. Hé? Ja, want vorige week of die week daarvoor heeft zij ook al overgegeven. Hé? Had ze ook zeewater in de bekkie gehad. Hier.
Maar ja, dat gaat wel eenmaal, dat gebeurt nou eenmaal als je zelf zout water drinkt, dan ook, ja. Dan gebeurt dat ook hoor, maar zeker weten. Dan wil je ook wel overgeven als je zout water van dat vieze zeewater naar binnen krijgt. Ja, is niet goed voor je, nee. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet zo. En geniet weer lekker mee. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ja. Ik ga zo met de hondjes lopen. En het is, even zien, 0:23, dus bijna 12:30. Dan hoop ik dat ik voor 2 nog op bed leg. En dan gaan we lekker zien te slapen, want afgelopen nacht was het ook niet kunnen slapen vanwege de warmte. En dat niet alleen, maar ook stond mijn arm zo wat in licht te laaien. Dat is nou over, ja, dat plastic dat trekt wat, maar het mag er nog niet af. Moet afwachten dat het erop blijft zitten. Het is wel al hier en daar opgekruld. En er zit ook hoe moet ik het zeggen? Het is ook een beetje stuk. Precies door. Er zit geen plastic meer. Maar ik laat het gewoon zo zitten. Het doet ook daar niet pijn. Het doet weer de pijn onder de plastic. Ik zou het er zo af willen halen. Maar mag pas pas dinsdag eraf. Nou, ik hoop dat het eerder los gaat laten. Het zijn met slapen of wat dan ook. En dan haal ik het er gewoon af. En dan heb ik een heel mooi tubetje zelf. Dat is dit tubetje. Daar smeer ik het mee in. En dan zien we wel weer. Ja. Blijf staan. Zo. Dus ja, dan gaan we. Ja, ze is wel mooi hoor. Ja, ze is wel mooi. Nou op een kop, maar dat doet er niet toe. Ja, daar heb ik een poesje vast. En dat poesje gaat de kant al een beetje lijken qua kleur. Het is dus nog niet af, hè. Ik kan het niet blijven. Ik moet het blijven zeggen, want ja, iedere keer hebben we weer andere kijkers. Hè? Niet iedereen ziet alles, maar ik bedoel dus. Ja, ik krijg de kleur van Gandalf. Ja. Dat er zijn al een aantal X-foto's naar hem toegestuurd. En dan zullen we het beleven. Ja. Ik heb een kookpot. En daar zit ook een pentagram in. En de juiste. Ja, kijk, als ik hem zo heb, heb ik hem op zijn kop. Ja, dat is logisch. Maar het behoort zo. Hè, dat je er zo op kijkt. Dan zit hij wel goed. Ja. Dus de goede heks. Dat ben ik. Ja, enkel, ja. Hij bestaat eigenlijk hoofdzakelijk uit zwart. Ook behoort die poezebeestje zwart te zijn. Maar Gandalf is niet zwart. Ik zeg wel mijn eigen poezebeestje qua kleur. Ook waren de ogen dicht. Maar dat leek op die foto, op dat plaatje, leek dat zo eng. En dan moest ik aan mijn broer denken. Mijn oudste broer, die ik nou ook niet meer zie hoor. Die weet er niet eens niet of die nog leeft. Maar mijn oudste broer, die kon zijn pupillen wegdraaien, dat je het witte zag. En dat is zo doodeng. En die wist me altijd vroeger, dat ik nog klein was, mijn bang te maken. Ik zeg, ja, ik zeg, dat wil ik niet. Ik zeg, ik wil oogjes hebben. Ik zeg, niet dicht. Ja, maar hij zei, ze is in trance, ze heeft de ogen dicht. Ik ben ook wel eens in trance, maar ik heb mijn ogen dan niet dicht. Ik heb ze alleen maar dicht wanneer ik slaap. Ja, toch. Ja, en ik ben ook echt wel eens een keer in trance dat ik met mijn mannetje aan het praten ben. Of met mijn schoonmoedertje. Of nou ook sinds kort. En ik heb dat mensje nooit gekend. Maar mijn nieuwe maat uit Schiedam, Jan Mooi, zijn vrouw die is overleden voor 1,5 jaar terug, geloof ik. Maar ook met haar kan ik praten. Maar dat gaat dan via mijn man. Omdat ik haar ook niet heb gekend. Misschien dat het in de toekomst wel gaat gebeuren dat ze wel rechtstreeks naar mij toe komt, dat weet ik niet. Maar ja. Dus ga ik ook niet met mijn ogen dicht zitten. Nee, ik zit gewoon te werken. En dan kan ik gewoon. Dan voel ik ineens mijn mannetje. En, of mijn eigen moeder, die komt ook wel eens. Voel ik ook wel. Nou ja,
ben ik gewoon aan het werk, nou, dus ik niet. In trouwens dacht ik, nee, maar ja, die ben ik. Maar ik ben er ook zo blij mee hoor. Ja, dat als die af is, nou ja, ik neem jullie gewoon dan ook weer mee, hè, voor als ik dan weer heen moet. Ja, met 4 weken, ik weet niet eens niet wanneer dat is, jongetje. Nee, ik heb de computer nog aan, wacht eens even. Gaan we even bekijken, ik ben gisteren geweest, donderdag. Dan gaan we even vanuit donderdag, de 24ste. Andere week is het de 31ste. Dan hebben we de 7e, augustus, september. 7 september. 7 september. Hoeveel weken heb ik nou? Oh, wat ben ik lekker dom bezig. Ik moet die weken tellen. Gisteren 24. Eigenlijk alweer 25, maar 24. Dat is 1. Andere week 2. Dus 7e is 3. 3 weken. Ik kom toch uit op de 14e. Dat is 4 weken. Maar dan werd mij gezegd, nee, aan het einde van de maand. Ja, het kan ook de 21ste wezen. Nou ja, ik vraag het wel, hè, potverdikke. Maar ja, ik weet het niet, hoe weten jullie het? Ja. Ik zou het niet weten. Misschien de 21ste. Nou, dat is een weekje later. Maar ja, we merken het wel. Het is met 4 weken moet terugkomen. Dus ja, dan zien we wel weer. Maar ik genees nou eenmaal snel. Want hier, het doet wel wat zeer. Vooral waar die heel diep is geweest om het goed zwart te maken. Want het is heel goed zwart hoor. Maar ja, dat is nog gevoelig. En ja, de dikkere plekken, wat nog dikker is, dat voel je nog. Zoals haar, die oog dus, die linker oog, die is nog gevoelig. Het mondje. Maar ja, dat plastic, dat is ook irritant hoor. Dat zeg ik erbij. Er zitten bobbeltjes in dat plastic. Maar ja, ik ben er super blij mee. En ja, hij moet nog verder, hè. Zoals ik al zei. En het poesenbeestje moet nog de kleur van Gandalf krijgen. Ja. En ook Gandalf, die had eerst geen oogjes, was ook weg. Ook die zat in trance. Nou, nee, een kat heeft nooit geen ogen dicht. Heb altijd sowieso net als hondjes waakoog open. Ja. Dus, maar ik ben er nu al blij mee, mensen. Ja, ik vind hem heel erg mooi. Maar ja, dat is wel dankzij... Dankzij, let wel... Patrick, die heeft onder andere geholpen met uitzoeken. En later keek ook Sky. En die vond het ook heel erg mooi. Ja. En ik heb het halve kookpotje kunnen laten zien aan Ilona en Jan van de Werfpoort. Die atelier hebben, die betonnen dingen allemaal maakt en al die andere leuke dingetjes die dat winkeltje nu nog hebt, maar ze gaat geen winkeltje meer houden na de vakantie, dan gaat ze weer een workshops houden. Ja, en dan ben ik ook welkom om te filmen als de andere mensen er ook op willen. Ja, en anders ga ik gewoon even goed naar binnen. Ik mag naar binnen komen, ja. Dus, maar oké. Lieve vrienden, ik zeg welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. Uiteraard, morgen wel allemaal uit je bed zien. Gezond uit je bed zien te komen. Ja, dat moet je wel doen, hè? Ja, echt wel. Ga ik ook proberen. En natuurlijk, ja, jullie weten dat allemaal stuk voor stuk. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon, op mijn beurt, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.